Architecten Ekels en Lievens werken nu sinds 3 jaar samen onder Nu Architectuur Atelier. Elke keer weer bouwen ze een band op met een opdrachtgever met als doel om iets unieks te bouwen. Zij durven een object te designen dat past of niet past in de omgeving. Deze woning is gebouwd voor een stel jonge dertigers die houden van architectuur. Ze wilden een passief woning, ze wilden een gedurfde architectuur, het mocht er zelfs industrieel uitzien. Ze wilden een mooi landschap betrekken in hun woning en architecten Ekels en Lievens hebben al die wensen verenigd in een experimenteel huis. Er is gewerkt met heel eenvoudige industriële materialen. Betonnen vloer, stalen trap, een vloerplaat voor de verdieping in stieldek en stalen I-profielen om de constructie van het huis te dragen. Aan de buitenkant van de woning is een schil gebouwd met industriële panelen die losstaan van die stalen constructie om de energiehuishouding te optimaliseren. De glazen partijen waar je het landschap door ziet zijn driedubbel en daardoor loodzwaar. Als je die wil open laten draaien, dan heb je hele zware constructies nodig en heel veel scharnieren. Hier is het omgekeerde gebeurd. De gesloten delen naar het landschap toe zijn de opendraaiende delen. Als je wil verluchten, die zijn genoeg geïsoleerd en de glazen delen die blijven vast. De glooiende akkers en weides buiten kruipen omhoog tot aan het terras en binnen wordt dat landschap verder gezet door het aaneenschakelen van de verschillende niveaus in deze woning. Alles staat zo met elkaar in contact en er is eigenlijk gewerkt met hoogteverschillen die tegelijk aangenaam en nuttig zijn. Hier zit ik op een hoogte die heel fijn in relatie staat met de zithoek daar. En deze vloer loopt naadloos over in het aanrecht van de keuken. De architecten werken heel graag met het afwerkingsmateriaal polyester. Het grote voordeel is, er zijn geen naden en op een perfecte manier is het geheel mooi afgewerkt, waterdicht en glad om aan te voelen. De architecten durven zoeken naar vormgeving die niet eerder bestond. Ze zijn eigenlijk productontwikkelaars. Ze zijn designers ten top. En daarom vind ik dat jullie Ekels en Lievens moeten kennen.